Hallo, ik ben Ina. En ik ben Eline. En dit is Bedgeheim, een podcast van Flair. Hey Eline, daar zijn Hallo. We weer. Ja. Alles oké met jou? Ja. Wat zou je nu doen als ik zei, nee, het gaat echt niet vandaag? Dan zou ik zeggen, Eline, probeer je nu nog eventjes te focussen op de aflevering. En daarna zullen we het er eventjes over hebben. Focus on the job. Ik geloof er niks van. Werk is het werk. Goed, we beginnen met een vraag uit de vragenpot. Ik zal de vraag aan jou stellen. Oké. Het is wel een interessante vandaag. Wat is voor jou een absolute afknapper? Stank. Als in stank uit de mond? Of? Alle soorten stank. Ja? Ja, heel gevoelig aan stank. Ook in een relatie nog? Zo op toilet of zo? Ik weet niet wat jij met je lief op toilet doet, maar ik zit gemiddeld gesproken niet samen. Nee, maar als je direct daarna ook naar het toilet moet of zo. Ah, zo. En ja, maar nee, ja, dat is niet dezelfde context. Ja. Ik zou vooral afknappen of zo. Ja, stank uit je mond of zo dan. Ja, maar alle soorten stank. Ja. Stank is een afknapper. Maar ik vind in het algemeen gewoon zo hygiëne. Zo iemand die... Ja. Er totaal niet verzorgd uitziet of zo. Hele gele, onverzorgde tanden of zo, dat vind ik ook wel een afknapper. Snap ik. Want je moet daar dan toch wel mee kussen en zo. Wat was uw antwoord? Ja, ik dacht ook in het algemeen aan gewoon onverzorgd, hygiëne, zo niet proper zijn. Classic. Vieze tanden, zo dat. Ja, goed. En sokken? Witte sokken? Geen problemen mee. Ik ook niet. Zo'n klassiek. Witte sokken. Behalve in sandalen misschien. Ja, zelfs daar. Als het goed gedaan is, sommige mensen komen ermee weg, vind ik. Ja. Oh. Goed. Aan de casus. Ja. Ik heb een koppel bij, late dertigers. Mm-hmm. Ze zijn al een poosje samen. En dat is eigenlijk best een wonder, want ze hebben elkaar leren kennen als complete casual one-night stand. Geen van de twee was eigenlijk op zoek naar een lief. En er is toch veel meer van gekomen. En een vrij vurige relatie, moet ik zeggen, heb ik de indruk. Mm-hmm. Want ze hebben best veel ervaringen. Er wordt ook veel gelikt in hun relatie, want ze zijn alle twee heel wild van alles slikken. Hij heeft graag dat zij aan zijn ballen likt. En zij heeft heel graag dat hij aan haar tepel. Dus dat is zo een dingetje voor hun. Wel heel grappig, nu ik eraan denk. Want zij heeft in haar bedgeheimen ook laten weten dat ze vindt dat seks stinkt. Ah, dat is nu wel grappig dat we het daar net over... Ja, zou een beetje een probleem zijn in mijn geval. Maar seks stinkt niet, toch? Ik denk dat ik snap wat ze wil ja, zeggen. Zo, misschien zo de mengelmoes van de verschillende sappen die dan bij elkaar komen. En zo als je nu bijvoorbeeld zo, ja, een bed dat dan niet goed verlucht wordt of zo, dan kan ik me inbeelden dat het zou gaan stinken. Maar dan vind ik ook dat zo... Slaap kan ook zo stinken. Zeker. Maar ik denk dat je dat dan eerder... Ik denk dat je dat minder ruikt als je zelf in de situatie zit. Ik denk eerder als buitenstaander, als je dan... Ja, ik denk ook niet dat ze bedoelt dat het stinkt terwijl ze het doen, maar eerder zo ja, de geuren achteraf kan hangen, zweetzappen. Ja. Denk ik. Mm-hmm. Zwat. In ieder geval, verder vinden ze het denk ik allemaal best wel plezant. Want ze doen wel best leuke experimenten. Alleen één ding is hen nog nooit niet gelukt. En heel grappig dat ze dat alle twee apart hebben aangegeven dat dat hun grote droom is om een keer samen klaar te komen. Persoonlijk dacht ik... Ik denk dat we het een beetje moeten terugschroeven, want voor veel mensen is het volgens mij gewoon al leuk als je toekoer klaarkomt. Apart, laat staan samen. Maar laten we straks over samen klaarkomen hebben en dan eerst even gewoon over klaarkomen in het algemeen. Oké, top. Goed, Eline, goed idee om eerst gewoon in het algemeen misschien over klaarkomen of over het orgasme te praten. Dat is al moeilijk genoeg. Als je dat zou moeten beschrijven eigenlijk, hoe een orgasme... voelt, zou je dat kunnen vergelijken met iets? Of... Ik vind dat moeilijk, maar misschien dat jij een ongelooflijke vergelijking hebt. Wel, het is omdat ik daar ooit al eens over na heb gedacht in een andere context, dat ik weet, het gevoel als je al heel lang moet niezen en het komt niet. De onnoemelijke ontlading van als je dan eindelijk kunt niezen. En het kriebelt dan ook allemaal een beetje. En dat vind ik... niet dat dat hetzelfde gevoel is, hè, maar wel dezelfde ontlading. Ja, okay, nee, dit klinkt nu zo super raar, maar... Nee, ik snap je wel. Ik kan zoveel deugd doen. Ja, en ik vind ook wel zo op het moment dat je klaarkomt, dat je zo eventjes helemaal weg bent.
Jazeker. En waarom? Zo, want velen ook al heb je seks met een partner, velen denken van, ah ja, je hebt samen seks met je partner, dat is iets dat je samen beleeft. Maar op het moment dat je klaarkomt, is dat toch iets dat je vooral even jezelf, alleen in je hoofd beleeft, vind ik. En daarna komt het dan wel weer terug bij elkaar. Maar zo het moment van dat klaarkomen is zoiets dat je in je eigen hoofd zich vooral afspeelt. Maar ik zou niet klaarkomen als één gevoel kunnen omschrijven, omdat het gewoon ook wel soms anders is. Ja. Soms heb je het gevoel dat je dat met heel je lichaam kan voelen. Soms is dat redelijk plaatselijk. Soms duurt het wel langer. Soms, ja, soms passeert het ook per ongeluk. En dan komt vind het niet meer. Vind ik heel erg. Of zo een half orgasme. Ja, zo, oh shit. Zo ja, het was er precies wel, maar... Was het dat dan? Nu is het toch gewoon gepasseerd. Ja. Soms komt het ook gewoon niet. Ja, en dat is ook oké. Okay. Yeah. Misschien een mythe die nog leeft, is dat we dat velen denken dat er zoiets is als het vaginale orgasme. Terwijl alle orgasmes eigenlijk clitorale orgasmes zijn. En uiteindelijk, elk orgasme beleef je, zoals ik net al zei, eigenlijk een beetje in je hersenen. Dus of dat dan nu gaat over een orgasme dat je krijgt door anale penetratie, door vaginale stimulatie, maar ook soms bijvoorbeeld door het aanraken van je tepels of ja, zelfs zonder enige aanleiding. Denk bijvoorbeeld aan soms dat je misschien al eens het gevoel hebt gehad dat je wakker schiet 's nachts en dat je ik wou het zelf van, net zeggen, ik heb oh, dat denk, soms ben wel. Ik nu klaargekomen of niet door iets dat je gedroomd hebt? Ja. En dan is er eigenlijk op dat moment niet echt sprake van stimulatie. Nee, het is puur in je hoofd. Ja, dus, ik heb soms wel het geluk om dat ervaren. Vind ik heel plezant. Ja, maar dan twijfel je soms, was dat nu mijn droom of was het nu echt? Nee. Allee, maar ja, soms voelde dat ook echt nog wel als je wakker wordt, vind ik. Nee, dat is wel cool. Ja. Maar eigenlijk dus, eigenlijk streven we allemaal naar hetzelfde, dus het orgasme. En de weg ernaartoe kan eigenlijk op verschillende manieren. En ik snap wel dat het soms zo genoemd wordt. Een clitoraal orgasme is dat meestal stimulatie uitwendig. Een vaginaal orgasme wordt dan inwendig. Ik snap wel dat mensen daar een onderscheid in willen maken. Of zo, gewoon om het duidelijk te houden wat dat je allemaal kunt doen. Maar eigenlijk gaat het om stimulatie van de clitoris. Alleen de weg ernaartoe of de manier waarop de stimulatie gebeurt is anders. En is het voor mannen en vrouwen eigenlijk hetzelfde wat er gebeurt in je lichaam en je hoofd? De weg ernaartoe kan ook weer verschillen natuurlijk tussen mannen en vrouwen, net zoals het binnenpersonen kan verschillen. Het is moeilijk om daar iets over te zeggen, hè, want wij weten als vrouw hoe dat het voelt om dat orgasme te beleven. Ik zou dat wel cool vinden soms, om zo eens dan kun je het kunnen weten een hoe orgasme dat is te voelen als man of zo. Maar ja, dat gaan we jammer genoeg nooit weten. Nee, daar zullen we mee moeten leren leven. Ik ben oké. Ik ook. Goed. Ja, klaarkomen. Het is vooral plezant, maar het lukt niet altijd. De zogenaamde orgasmekloof. Bij vrouwen lukt het dan wat minder vaak nog dan bij mannen. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, het is op zich niet zo dat mannen, dat vrouwen moeilijker kunnen klaarkomen dan mannen. Het gaat eerder soms ook over iets dat ons is ingeprent of aangeleerd. Hopelijk weten ondertussen wel wat mensen dan, maar bij heel veel vrouwen is het moeilijk om dat orgasme te bereiken puur door penetratie bijvoorbeeld. Dus alleen al door op een andere manier naar seks te kijken en te weten van oké, er zijn ook nog andere manieren om tot een orgasme te komen, kunnen we die kloof wel al dichten. Want het is ook gewoon bewezen dat die kloof er veel minder is tussen bijvoorbeeld binnen een relatie waar twee vrouwen of zo zijn. Dus het is niet zo van een man komt gewoon veel makkelijker klaar dan een vrouw. Nee, het is eerder zo soms de manier waarop we hebben geleerd hoe dat we makkelijkst tot een orgasme komen, is niet altijd even goed gecommuniceerd of even duidelijk aangeleerd. Ja, maar het is niet dat de schuld van de mannen is per se. Nee, dat zou ik ook zeker en vast niet zeggen. Je zit toch uiteindelijk met twee, hè? Ja. Je hebt of ook alleen al, natuurlijk soms. Mm-hmm. Maar hoe kunnen we dat dan hoe kunnen we dat oplossen? Is het dan vooral een kwestie van communicatie opnieuw? Als je het hebt over klaarkomen binnen een relatie, kan het ook wel helpen om erover te communiceren natuurlijk. Maar het is ook wel iets dat je eerst en vooral individueel binnen jezelf, denk ik, moet bekijken. Want het feit dat je niet kan klaarkomen of moeilijk kan klaarkomen, kan aan verschillende dingen liggen. Dat mentale is heel belangrijk. Om een orgasme te kunnen krijgen, moet je eigenlijk letterlijk alles eventjes kunnen loslaten. Je moet
een beetje de controle durven te verliezen. En sommigen vinden dat moeilijk, dat controleverlies. Vaak ook bij mensen die het sowieso al moeilijk vinden om in hun dagelijkse leven controle los te laten. Ook in bed kan dat zich afspelen, omdat het soms wat angstig aanvoelt van oei, ik ben hier de controle kwijt. Maar om een orgasme te kunnen krijgen, moet je net even durven om die controle los te laten. Dus het kan zijn dat het in je hoofd zit vooral en dat je moeilijk kan loslaten, dat je aan andere dingen aan het denken bent, waardoor dat orgasme er niet komt. Of soms door er te sterk op te focussen van oh, ik moet hier naar dat orgasme. Ja, dat je het dan te hard wilt en dat het ook niet komt. Maar het kan natuurlijk ook liggen aan de manier waarop je gestimuleerd wordt. Dat je nog niet goed weet of nog niet goed hebt ontdekt van wat werkt voor mij, wat vind ik fijn, hoe kan ik dan, als het over stimulatie gaat, tot dat orgasme komen. Dus eerst belangrijk dat je dat van jezelf weet. Want als je dan seks gaat hebben met een partner, ga je het moeilijk kunnen aantonen wat voor jou werkt, als je dat eigenlijk over jezelf ook nog niet weet. En dat is misschien ook de beste manier om te bekijken. Ja, als het samen niet lukt, is het dan eerder iets mentaal of iets fysiek. Als je weet dat het alleen fysiek perfect lukt, ja, dan weet je dat het dat niet is en dat je dan aan iets anders moet werken. Ja, want dat hoor je ook vaak, hè, dat er gezegd wordt van ja, als ik seks heb met mezelf of als ik masturbeer, dan lukt het mij wel om tot een orgasme te komen. Maar als ik dan seks heb met een partner, lukt mij dat plots niet of veel moeilijker. En dat kan dan aan verschillende dingen liggen. Hè. Misschien inderdaad dat je dan door onzekerheid of door te sterk te focussen van ah, het moet hier allemaal goed gaan, ik wil mijn partner niet teleurstellen. Het zijn allemaal dingen die niet werken om tot dat orgasme te kunnen komen. Of schrik voor een orgasm phase. Ik ken de naam. Hoe dat je eruit ziet. Ja, ik ken de naam van de website of de account niet meer. Ik weet dat er een account is geweest ooit waar allemaal foto's op stonden van mensen hun gezicht als ze een orgasme krijgen. Dat is heel leuk om te zien, eigenlijk. Je trekt soms echt een raar gezicht, maar who cares? Hè? Mm-hmm. Ja, ik ben daar op dat moment ook niet echt mee bezig, eigenlijk. Nee. Dus ja. En ook, ik heb ook nog nooit gedacht bij mijn partner van amai, of voor een gezicht trekt jij. Het is oké, okay, het is wel oké, okay, zo. Het is ook niet dat je daar altijd zo keihard naar zit te kijken of zo. Nee. En zoals je zelf zei, ja, meestal ben je toch op dat moment een beetje met jezelf bezig. Gaat er dan maar een beetje vanuit dat je partner ook wel wat met zichzelf bezig is. Heb je goede tips voor mensen die toch merken het lukt hier toch niet zo goed? Klaarkomtips? Mm-hmm. Ik heb ooit, maar ik weet niet of het is nu de moment om het te testen. Gelezen dat als je warme voeten hebt, dat je makkelijker kunt klaarkomen. En eerlijk, bij mij klopt dat. Ja, dat is ook wel echt waar. Ze zeggen vaak, als je sokken aanhoudt, dus ja, gewoon doordat je voeten warmer zijn, zorgt dat voor betere bloeddoorstroming of zo. En dat kan ervoor zorgen dat je makkelijker klaarkomt. Natuurlijk, het is niet zo dat je ineens het orgasme van je leven is voor gaat alles beleven als je toch 2 of 3 paar sokken aanhoudt. Dus dat zou niet mijn ultieme tip zijn. Om terug te komen op dat van hiernet, ik denk eerst en vooral, focus u op wat je voelt en probeer los te komen uit uit je hoofd. Probeer niet te veel in je hoofd te kruipen, maar focus u echt op wat je voelt met je zintuigen. Van oké, hoe voelen die aanrakingen voor mij? In plaats van te denken van oh nee, gaat het nu wel nog komen of niet? Of ik moet de was nog doen? Of vindt mijn lief mij wel aantrekkelijk? Dat zijn allemaal dingen die niet helpen. Dus dat kan een goede oefening zijn dat je echt probeert te focussen op wat voel ik hier? Wat ervaar ik? Ook je tijd nemen. Ja, want ik denk vaak dat we ook de indruk hebben dat het veel te rap moet gebeuren, terwijl dat niet zo vanzelfsprekend is. Ja, je moet eerst wel goed opgewonden geraken, dan moet je lang genoeg gestimuleerd worden. Mm-hmm. Dus geen wedstrijdje van maken. Nee, en ik denk dat dat wel iets is dat vaak, als het al eventjes duurt, dat je zo soms begint te denken van oh nee, die is waarschijnlijk al aan het denken van gaat die nu nog komen of niet? En dat er wel voor kan zorgen van ai, ja, dat het dan gewoon niet meer komt. En natuurlijk, ja, dan zijn we weer bij het meest cliché antwoord, maar opnieuw dat communiceren, hè, van wat vind ik leuk, voelt dit goed? Bijvoorbeeld, ja, het stomste wat je kan doen is een orgasme faken of doen alsof je het leuk vindt. Stel nu dat je een orgasme faked, dan ga je lief denken van ah, amai, ik heb dat echt goed gedaan. Opnieuw, ja, inderdaad, ik doe het de volgende keer opnieuw, terwijl je dan eigenlijk in een negatieve spiraal terechtkomt van iets dat je eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. Dus please, fake het niet. En fake het ook niet omdat je er vanaf wil zijn. Of omdat je schrik hebt dat je lief anders teleurgesteld gaat zijn of zich niet goed gaat voelen. Nee, dan soms kan je komt het ook gewoon zeggen, het komt vandaag niet, maar ik vind het wel superplezant. Ja. Het maakt niet uit, schat. Dat orgasme hoeft ook niet het ultieme doel
te zijn van die vrijpartij. En de ene keer lukt dat wel en dan is het heel fijn. Maar ook op momenten dat dat niet lukt of niet komt, kan dat even fijn zijn. Allee, het is een leuke kers op de taart. Ik zou liegen als ik zeg dat geen mooie afsluiter is. Maar ja... Het is absoluut geen must. Het is een mythe die echt wel hopelijk stil aan de wereld uitgeraakt. Een orgasme krijgen is geen must om bevredigend seksleven te hebben. Ja, en u niks om je schuldig over te voelen als het er niet komt. Hangt ook van moment tot moment af. Soms zit je gewoon met je hoofd ergens anders en... Denk je, of zoals jij net ook zei, soms passeert het ook gewoon. Heb je zo het gevoel dat er zo even was, maar is het dan weer gaan liggen en komt het nooit meer terug? Wel toch, ja, maar het zou toch echt gemakkelijker zijn als je gewoon 3 paar sokken kon aantrekken en het was opgelost. Ja, maar ja. Waar dat eigenlijk... Maar ja, then again, alle goede dingen in het leven kosten een beetje moeite. Ja. En dan natuurlijk... het koppel waar je het over had, Elin, zij dromen van samen klaarkomen. Ja, samen klaarkomen. Dus dat is nog iets... Allee, een stapje verder. Ja, want ook, ja, het is niet dat je zomaar op een knopje kan duwen en dat je dan ineens klaarkomt. Dus om dat echt af te stemmen op elkaar... is niet zo eenvoudig. Pas op, het komt wel voor. Ik moet wel toegeven, het is wel een fijn gevoel als je dan samen dat hoogtepunt bereikt. Maar ja, het is geen exacte wetenschap waarbij je kunt beginnen timen. We gaan nu... Ja, en aftellen. Nee, maar er zijn wel dingen waar je op kunt letten natuurlijk. Bijvoorbeeld als je lief heel goed kent of als je bedpartner heel goed kent, kunt je wel bepaalde signalen opvangen. Bijvoorbeeld een versnelde ademhaling. Zo, als je elkaar heel goed kent, weet je op den duur ook wel zo van... Ah, die is daar bijna of zo. Dus op dat vlak kun je dan wel een beetje naar elkaar toewerken. Ja, en als je bijvoorbeeld weet dat een van de twee partners wat langer nodig heeft, ja, dan spendeer je eerst een beetje tijd aan die partner. En als je merkt dat die in de buurt komt, kan de andere dan misschien een kleine inhaalbeweging doen. Ja, of je kan ook oefenen op het uitstellen van een orgasme. Dat wordt ook edgen genoemd. Daar zijn verschillende methodes voor. Als je echt gewoon merkt van, oké, ik ben hier bijna op mijn hoogtepunt, dat je dan weer eventjes afbouwt en dan bijvoorbeeld inderdaad eerst weer eventjes focust op die andere persoon, om dan toch samen naar dat hoogtepunt te kunnen streven. Maar ook hier opnieuw, net zoals klaarkomen, geen must is. Please, laat zeker dat samen klaarkomen niet het focuspunt van jullie sekspartij zijn. Nee, geniet wel van de hele vrijpartij. Ja, want als u elke keer te hard gaat focussen op 1, ik wil klaarkomen, maar 2, ik wil ook nog eens samen klaarkomen, dan... wordt het denk ik wel heel... Het is eerder iets dat spontaan moet gebeuren. Waarbij je dan gewoon geluk moet hebben van... Ah, het is gelukt, we zijn samen klaargekomen. Maar ik denk dat het nooit werkt om daar samen echt naar te streven. Dat is gewoon iets dat eerder spontaan... En dat is dan fijn als dat gebeurt, maar probeer daar geen must van te maken. En ook misschien een beetje een verkeerd beeld van samen klaarkomen. Een initiële idee is tijdens penetratie samen klaarkomen. Maar eigenlijk zijn er heel veel verschillende manieren om samen een orgasme te beleven. Je kan ook alle twee bijvoorbeeld masturberen en dan samen klaarkomen. Of elkaar stimuleren, manueel of oraal, en zo samen klaarkomen. Het moet daarom niet tijdens seks, want dat is misschien niet voor iedereen haalbaar. Nee, inderdaad. Zeker met dat we het hier net al hadden over die orgasmekloof. Het werkt niet voor iedere vrouw om gewoon aan de hand van penetratie klaar te komen. Maar daar kan je dan ook wel op inspelen door bijvoorbeeld tijdens het penetreren ook nog de handen te gebruiken of de borsten te stimuleren. Want sommige vrouwen komen makkelijker klaar als tegelijkertijd ook de tepels of de borsten worden gestimuleerd. Maar het is aan jullie als koppel om te ontdekken van oké, wat werkt er best voor ons om naar dat hoogtepunt te geraken? Ja, en dan lukt het misschien. Ja. Misschien ook niet, en dan is dat ook. Ja. Vind ik een goede conclusie om mee af te landen. Ja, kunnen we mee afsluiten. Ja. Maar als jij toch nog graag een beetje meer van hetzelfde wil, dan kan je nog altijd een aantal leuke artikels vinden in onze show notes. Tot de volgende keer. Bye. Bye.